De stichting Welzorg Suriname heeft gistermiddag de 11e editie van de Bouw- en Woonbeurs 2024 geopend. De locatie is van oudsher het terrein van AdLife Entertainment Center aan de Lalaroekweg. De Bouw- en Woonbeurs heeft dit jaar ook een internationaal tintje, doordat er ook bedrijven uit Dubai, Nederland en Guyana aan participeren, zegt Wiraj Gangarampande, voorzitter van de stichting Welzorg Suriname. Hij geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat na de COVID-periode niet hij alleen naar de beurs uitkeek, maar dat hij vele aanvragen en verzoeken kreeg om de beurs wederom te organiseren. Als je gaat bouwen, dan is het altijd, ga je altijd veel geld moeten steken in research. Waar moet ik beginnen? Wat is mijn budget? Hoeveel financiering kan ik krijgen? Wie zijn de bedrijven die ik moet benaderen? Aannemers, schilderbedrijven, noem maar op, meubelbedrijven. Alle bedrijven die je moet gaan rondlopen om die informatie te krijgen. We zijn gewend in Suriname om, wanneer we bijvoorbeeld een verbouwing willen doen, dan vragen we onze omgeving, onze buurman, onze familie, van ken je iemand die een divisor voor me wil lassen bijvoorbeeld? En dan krijg je een nummer en dan bel je die. Maar Suriname heeft veel meer ondernemers. Dus om vergelijkingsmateriaal te hebben, is zo'n beurs heel handig. Op zo'n beurs kan je dan heel veel van die lassers tegenkomen, heel veel van die bouwbedrijven tegenkomen, waardoor je kan gaan vergelijken of het past binnen jouw budget. En vandaar dat het heel belangrijk is om deze beurs te bezoeken. Minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken verklaart de aanwezigheid van het ministerie op de beurs als van belang, omdat hij de gemeenschap van relevante informatie kan voorzien. De bewindsman benadrukt dat openbare werken de plek is waar iemand de belangrijkste informatie over onder andere vergunningen kan vergaren zodra het over bouwen gaat. Je moet onthouden dat zodra je een woonhuis wil bouwen, of een hotel, of je wil een duiker leggen, maar ook al wil je een schutting bouwen, of je wil een kippenhok bouwen, of je wil een potplant op de berm zetten, of een paar paaltjes. Voor al deze dingen heb je vergunning nodig. Dus daarom zijn we op de beurs met alle informatie en de vergunningen zijn verplicht. Als we zien dat er illegaal wordt gebouwd, dan zullen we de maatregelen moeten treffen. Dan word je aangemaan om dat te corrigeren. Dus ik roep die mensen op, iedere burger, om zoveel als mogelijk het beleid te volgen van het ministerie. En we zijn er ook om tips te geven om te helpen als iets verkeerd gaat. Weet je, vooral bij schuttingen tussen twee buren, dat proberen we te bemiddelen daar. Of soms heb je dat buurman bijna heeft gebouwd op buurvrouw erf, weet je. Dan proberen we een schikking te zoeken. Maar in ieder geval, het is belangrijk om te weten dat je voor alles vergunning nodig hebt. En die informatie krijg je hier op de beurs. De beurs heeft om en bij 80 exposanten verdeeld tussen Surinaamse en buitenlandse organisaties die eraan participeren. De opening van de beurs was de enige dag waarop de toegang gratis was. De Bouw- en Woonbeurs is tot en met dinsdag 30 april open voor het publiek.